Ja, vrienden. Ja. Het is weer zo'n moment. Ja, het is zondagmiddag nu. En het is ongeveer een uurtje of 3. En ik heb vanmorgen heerlijk zitten kijken naar Utrecht tegen Feyenoord. Ja, niks aan de hand. Lekker voetballen kijken. En ik denk, nou, ik ga beginnen met NEC tegen Ajax. Nee, of ik moet zeggen NEC. Oh, sorry Nijmegen, neem me niet kwalijk. Ja. NEC Ajax. Maar wat denk je? Hier, Jut. Ja, die zegt, ja, maar ik ga niet de hele dag thuis blijven hoor. Ik ga niet de hele dag hier binnen zitten. En je gaat maar mee. We gaan lekker lopen, we gaan even een frisse neus halen. Nou, dan loop ik dan hier. Frisse neus te halen. En achter Jut aan te hobbelen. En maar wandelen. Het brengt mij weer helemaal terug naar vroeger, vrienden. Naar mijn jeugd. Dat moest je mee met je ouders, weet je dat nog? En dan moest je mee op zondag en dan zeiden ze, kom, we gaan leuk een stukje wandelen. Dat is, en dat gebeurt me nu, 6 decennia later, gebeurt me dat weer, die ellende. Kijk, hier, en die Jut, die loopt maar te zwaaien. Ja, en dan moet ik gewoon mee, hè? Ja, natuurlijk, het is heerlijk een stukje lopen. Ja, heerlijk. Ja, hoor je dat? Ja. Oh, het is zo heerlijk. Een stukje lopen. Ja. En dat is ook zo'n wandelingetje, vrienden. Ja, zo'n wandelingetje. Dat is ook zo doelloos, weet je wel. Want dat is, waar gaat dat dan heen? Een wandelingetje. Ja. Ja, gewoon tot het eind van de boulevard en terug. Ja, zeker. Ha, dat zeg ik nou. Dat bedoel ik nou. Dat zeg ik nou net. Dat is dan hele boulevard af en weer terug. Dat is het dan. Oh, vrienden. Ja, ik weet het. Ik weet het. Het is geven en nemen in een relatie. Ja. Maar dit is wel heel veel geven, hoor. Want ik had gewoon lekker nu naar NEC Ajax kunnen kijken. En dan loop ik hier maar, ja, zo'n wandelingetje, weet je wel. Oh. Ja, maar luister even goed, lieve schat. Ik wil wel minimaal nog wel een stuk van de tweede helft zien, hè. Ja, dus kom op. En als we thuis zijn, krijg je een lekker vers kopje kippensoep. Oh, dan krijg je. Haha, ook dit nog, vrienden. Die zondagmiddag van vroeger, dat komt helemaal terug. Nou ja, in ieder geval, beste vrienden, jullie weten het. Voor eens en voor altijd, het is geven en nemen.